Casper is al jaren een fervent gamer en kocht dus ook al eens zo'n lootbox. Schatkist eigenlijk, die mensen kunnen kopen in een spelletje, wat meestal ja, een kleine prijs heeft, zo rond de 2 à 3 euro. Waar je allemaal dingen voor in het spelletje kunt verkrijgen. Noem maar op als kleurtjes voor op je wapen of iets, ja. Hey, it's your boy op het VTM-nieuws. Ja, wel heel schmeid van VTM dat ze mij niet gewoon als YouTuber hebben bestempeld, maar gewoon als gamer. Dat is wel mijn job, hè, YouTuber. Mijn volwaardige job. En dat vermelden ze niet eens, joh. In ieder geval, het is tijd voor Road to Nuclear, de serie waarin ik dus een Black Ops 4, een nuclear, oftewel een 30 kills, probeer te halen. Is aflevering 3 ondertussen? Wauw, dat is fantastisch. Ik wist niet dat ik het zo lang ging volhouden. In de vorige video heb ik een 17 killstreak gehaald met deze pistol in hardcore. Dus ja, ik ga vandaag proberen om dat minstens te evenaren. Of me dat gaat lukken? I don't know, man. Ik heb een slecht voorgevoel vandaag. Maar hey, op zakje. Daar is de... Niet de eerste kill. Hier is de eerste kill. Oké, dankjewel. En die andere, die schoemelt er hier op los. Zo. Zo. Zo, mijn één. Wat gebeurt daarmee? Maar hey, 2 killstreak, let's go. Oh, la 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 la, daar is er nog één. Dankjewel. En de derde kill, die is ook al binnen. Wow, oké, nice. Ja, ik moet weer eens opnieuw beginnen. Nu, ik speel Team Deathmatch nu, dus eigenlijk heb ik niet veel tijd om dood te gaan en opnieuw te beginnen, aangezien zo'n matchje 5 minuten of zo duurt. Er zijn niet veel kills te maken, dus ik heb echt niet veel kans om hier weer een granaat. Doe eens normaal, joh. Doe eens even rustig, man. Dit is mijn eerste matchje. Mag ik me even opwarmen? Hop, oké, daar weer twee die aankomen. Jezus. Ja. Yeah. Wow. Nadje, handje. Kut, hand. Alleen, nieuwe poging dan maar, hè. Hop, goed begin. Halleluja, nog steeds goed. Begin nog een. En hier gaat er nog een schuil. Sowieso. Nee, jawel. Oké, dankjewel. Jesus Christ, ik moet vaker Team Deathmatch spelen, want hoe slecht zijn die mensen hier, joh. Langs daar gaat er sowieso een komen. Ik voel het. Oké, die gaat nu komen. Die staat daar, dankjewel. Nu al een bloodthirsty, dat is 5 killstreak. Opzakje, nu gaat hij daar komen. Ai, ik moet het wapen terugpakken. Ai, nu komt hij langs daar sowieso. Ah nee, die gaan toch allemaal langs daar. Ah ja, ik snap er niks van. Maar ik heb hem. Counter UAV, dankjewel. Oké. Ah nee, komt hij langs hier. Ho. Ja, halleluja. Dit is ook sowieso een verloren match. Kijk, ik ben hier weg. Dat is gewoon het ding. Als je dood gaat in Team Deathmatch en je wilt een nuclear halen, ja, dan kun je beter gewoon oprotten en opnieuw beginnen. Deze is mijn geluksmatch. Deze gaat het gewoon worden. Ik voel het echt. Allee, joh, hoeveel? 11 killstreak weer, god non de ju, joh. Oh, ik heb er stil aan echt genoeg van. Ik ben veel te lang aan het proberen, joh. Echt met... Hey, hier nog een killetje. Eens even kijken. Is links iemand? Ja, zeker. Daar zit er een. Even terug langs hier. Op, daar zit er ook een. Hopsakee, even langs hier. Kijk, er komt daar een. Ja, opsa. Dan moeten we weer even een spuitje zetten. Ons leven terug is. Even weer naar daar kijken. Daar komt er een. Ah nee, daar staat er achter een. Oké, even een UAV'tje plaatsen. Doen we even zo. Even hier kijken. Hopsakee, die is ook dood. En nu ben ik weer dood. En ik heb er weer genoeg van. Misschien moet ik nog één keer hardcore domination proberen met die pistol. Vorige keer ging dat goed, dus misschien nu ook. Securing Bravo. UAV available for tasking. Taking Bravo. See UAV standing by.
return sensors are captured. Hostile UAV circling. UAV mission time log. Check. UAV. Allee, joh, kom, joh, kom, joh. Ja, ik ben er helemaal klaar mee, joh.